Dag, ik ben Wout Vening, een van de bariatisch chirurgen van Vitalis. en Ik zal jullie vandaag wat vertellen over overgewicht, over obesitas, over de operatie. Welke type operaties zijn er en de complicaties die helaas ook bij de operaties horen. Overgewicht is iets van deze tijd. Vroeger moesten we nog op jacht om onze voeding bij elkaar te krijgen. Dat kostte veel energie, waardoor we ook slank bleven. Tegenwoordig komt de voeding letterlijk naar ons toe. We kunnen het bij ons op de bank bestellen. En ook onze werkzaamheden zijn vaak minder zwaar. We zitten meer achter een bureau, waardoor we ook minder verbranden en we dus zwaarder worden. Wat is nou precies overgewicht? Wie is er nu te zwaar? We houden daarvoor het BMI aan. Dat is een getal waarmee we rekenen. Dat is de lengte in verhouding tot het gewicht. Een normaal gewicht heb je bij een BMI van onder de 25. Uh, en daarboven spreken we eigenlijk van overgewicht. We praten van echt uh, obesitas bij een BMI van boven de 30. Vanaf een BMI van 30 kun je al een aanmerking komen voor een operatie. En tussen de 30 en 35 moet je dan uh, suikerziekte hebben die moeilijk instelbaar is. En boven de 35 uh, heb je naast je overgewicht last van bijkomende aandoeningen zoals hoge bloeddruk, suikerziekte uh, of slaapapneu? Hier zien we de ontwikkeling van overgewicht in Nederland. Wat opvalt is dat het overgewicht over de jaren toeneemt en dat er meer mannen overgewicht hebben dan vrouwen. Kijken we nu naar ernstig overgewicht, dus obesitas, dan zien we dat meer vrouwen lijden aan obesitas. En ook dat dit. Toeneemt over de jaren. Waar zit nu het overgewicht? Dat is nogal belangrijk voor het risico op bijkomende aandoeningen. Uh, het centrale overgewicht, dus het, gewicht, het vet wat eigenlijk rond de organen zit, um, dat is het gevaarlijke vet. Dat zorgt ervoor dat je meer kans hebt op suikerziekte, op hoge bloeddruk, op een hoog cholesterol. En dat zien we vooral bij mannen. Bij vrouwen zien we dat het vet wat vaker op de heupen zit. Door overgewicht loop je best wel wat risico's op je gezondheid. Uh, we zien heel vaak dat mensen met overgewicht last krijgen van slaapapneu. De luchtweg valt dan dicht uh, tijdens het slapen, waardoor je te weinig zuurstof krijgt. Verder zien we nogal vaak dat mensen hart- en vaatziekten ontwikkelen. Uh, maakzuur kan voorkomen doordat de druk in de buik hoger wordt. Uh, bepaalde vormen van kanker komen veel vaker voor. Vruchtbaarheid kan minder worden door overgewicht... Gewrichtsaandoeningen, zoals slijtage van gewrichten, eh, zien we nogal eens optreden. Diabetes of suikerziekte eh, komt best wel vaak voor bij mensen die te zwaar zijn. Een hoge eh, bloeddruk en ook eh, dementie en angst en eh, depressie zien we best wel vaak optreden bij mensen die zwaarlijvig zijn. De levensverwachting neemt ook duidelijk af bij mensen met ernstig overgewicht. Eh, wat in deze eh, grafiek goed te zien is, is dat... Hoe hoger je BMI is, hoe korter je levensverwachting is. Het voorbeeld is de donkerblauwe staaf. Hier zie je een persoon van 20 jaar oud met een BMI van boven de 45. Die heeft 20 jaar kortere levensverwachting dan iemand met een gezonde BMI. Dat is best wel indrukwekkend, vind ik zelf. Het effect van alleen al 15% gewichtsverlies is best aanzienlijk. We zien dat mensen dan minder slaapapneu krijgen, de hartfunctie verbetert, maakzuurklachten worden minder, minder risico op kanker, de vruchtbaarheid wordt duidelijk beter, uh, minder gewrichtsklachten, slijtage neemt niet af, maar de klachten worden wel minder. Suikerziekte gaat vaak over als die nog niet te lang bestaat en anders wordt in ieder geval uh, vaak de medicatie minder, de hoge bloeddruk neemt af en we zien ook veel minder psychosociale klachten. Nou, waarom zouden we dan niet gewoon lijnen? Want dat heeft toch ook een goed effect. Ja, we zien dat dat lijnen inderdaad kortdurend best wel goed werkt. Maar op de lange termijn is het maar bij minder dan 5% succesvol. En een goed alternatief uh, is dus een operatie. Want we zien dat een operatie zorgt voor een langdurig gewichtverlies. Mits je daar goede begeleiding bij hebt. De gastric bypass en de GASIC sleeve zijn operaties die we in het land heel veel doen. En ook wij als Vitalis hebben dat als voorkeursoperaties. Bij een gastric bypass maak je eigenlijk een klein voormaagje um, en daar sluit je de dunne darm op aan. Je bypass dan een heel groot deel van de maag en een groot deel van de dunne darm. Bij een gastric sleeve haal je alleen een groot deel van de maag weg en doe je dus echt alleen een maagverkleining. En dat deel van de maag haal je ook echt uit de buik en kun je ook nooit meer uh, terugplaatsen. Hier ziet u een filmpje van een gastric bypass operatie. De gastric bypass is een van de meest uitgevoerde operaties bij mensen met ernstig overgewicht. Bij een gastric bypass wordt de maag kleiner gemaakt. Ook wordt een stuk van de darm omgeleid. Vandaar de naam bypass, wat omleiding betekent. Een gastric bypass wordt door middel van een kijkoperatie uitgevoerd. Eerst wordt de buik opgeblazen met gas. Hierdoor ontstaat er ruimte in de buik waardoor de chirurg goed bij de organen kan. Er worden totaal vijf kleine gaatjes in de buik gemaakt. In deze gaatjes worden holle buisjes geplaatst. Door één van de buisjes gaat een camera. Door de andere buisjes gaan instrumenten om de operatie uit te kunnen voeren. Eerst maakt de chirurg het bovenste deel van de maag los van de rest van de maag. Hierdoor ontstaat er een klein maagzakje. Het verdelen van de maag doet hij met behulp van nietjes. Deze kleine nietjes blijven in het lichaam. Het kleine maagzakje dat ontstaat wordt ook wel de maagpouch genoemd. De verkleinde maag of pouch heeft de grootte van ongeveer een kiwi. Hierdoor kun je minder eten. Vervolgens neemt de chirurg de dunne darm verder op door. Dan wordt de dunne darm aan de kleine nieuwe maag gehecht. De uitgeschakelde restmaag blijft in het lichaam. Deze is straks weer belangrijk voor de vertering van het voedsel. Aan deze oude maag zit nog een deel van de dunne darm. Het einde van deze darm wordt verderop in het spijsverteringskanaal weer vastgemaakt aan de dunne darm die aan het kleine maagje zit. Na een gastric bypass gaat het voedsel direct van de slokdarm door het maagje naar de dunne darm. Vanuit de restmaag worden verteringssappen van de gal- en alvleesklier toegevoegd aan het voedsel. Vanaf hier begint pas de vertering en de opname van de voedingsstoffen. De aanpassingen van het maag-darmstelsel zorgen ook voor hormonale veranderingen. Je zult merken dat je minder honger hebt en eerder vol zit. Door een gastric bypass ga je dus minder eten, kun je minder voedingsstoffen opnemen en heb je minder hongergevoel. Dit alles samen zorgt ervoor dat je afvalt. Toch is deze operatie slechts een hulpmiddel en geen snelle oplossing. Het belangrijkste is het veranderen van je leefstijl. Nu kun je kijken naar hoe een sleeve-operatie in zijn werk gaat: de gastric sleeve is een vaak uitgevoerde operatie bij mensen met ernstig overgewicht. Bij een gastric sleeve operatie wordt een groot deel van de maag weggehaald. Hierbij wordt het darmstelsel niet aangepast. Eerst wordt de buik opgeblazen met gas. Hierdoor ontstaat er ruimte in de buik waardoor de chirurg goed bij de organen kan. Er worden totaal vijf kleine gaatjes in de buik gemaakt. In deze gaatjes worden holle buisjes geplaatst. Door een van de buisjes gaat een camera. Door de andere buisjes gaan instrumenten om de operatie uit te kunnen voeren. Een normale maag kan ongeveer 1 tot 1,5 liter voedsel opslaan. In de maag worden bepaalde verteringssappen aangemaakt en toegevoegd aan het voedsel. Dit zorgt ervoor dat het voedsel verderop in de dunne darm gemakkelijker wordt verteerd en opgenomen in het lichaam. Tijdens de operatie deelt de chirurg de maag in tweeën met heel kleine nietjes. Deze kleine nietjes blijven in het lichaam. Ze worden niet meer verwijderd. Er blijft een kleine buisvormige maag over die ongeveer zo dik is als je duim. De chirurg verwijdert de restmaag uit het lichaam. De nieuwe kleine maag heeft een inhoud van ongeveer 100 tot 150 milliliter. Je kunt nog maar 1 tiende eten van wat je gewend bent. Door het verkleinen van de maag heb je na het eten van een klein beetje voedsel al een vol gevoel. Doordat je minder eet, neemt je gewicht af. Ook neemt het hongergevoel af. Dit komt omdat het deel van de maag dat is verwijderd zorgde voor de aanmaak van het hongerhormoon. Toch is deze operatie slechts een hulpmiddel en geen snelle oplossing. Het belangrijkste is het veranderen van je leefstijl. Welke operatie is er nu voor jou geschikt? Nou, dat verschilt per persoon en dat zullen we bespreken op de poli met de verpleegkundige en de chirurg. Er zijn verschillende factoren van invloed op de keuze van de operatie. De medische voorgeschiedenis is van belang. Als u bijvoorbeeld al eerder buikoperaties heeft gehad of eerdere bariatrische ingrepen, bijvoorbeeld een eerdere maagband, de mate van overgewicht is van belang. Bij mensen die een extreem hoog BMI hebben kiezen we eerder voor een sleeve-operatie. Eetpatroon is van belang. Vet eten en suiker eten. Dat geeft vaak de voorkeur voor een gastric bypass. Mensen die eerder hele grote hoeveelheden eten, um, kunnen soms beter een slieveoperatie krijgen. Leeftijd kan een rol spelen. En andere bijkomende ziekten, als bijvoorbeeld suikerziekte, maar ook uh, de ziekte van Crohn, waarbij je darmontstekingen hebt en je dus beter voor een slieveoperatie kan kiezen. Nou, wie opereert mij nu? Um, van links naar rechts zijn dat professor Dr. Hazebroek, Gabi de Jong die opereert in Ede, Bart Witteman, Willem den Hengst, daarna sta ik, en helemaal aan de rechterzijde staat dokter Theo Aufnakker. Uh, uiteraard opereren we niet alleen, we hebben een heel operatieteam wat ons versterkt om de operatie tot een goed einde te brengen. Nou, hoe lang duurt zo'n operatie nou? nou? De operatie duurt zo lang als dat nodig is. Als het klaar is stoppen we pas. Maar gemiddeld genomen staat er ongeveer een half uur tot een uur voor een gastric bypass of een sleeve operatie. En mocht je al eerder geopereerd zijn, en bijvoorbeeld een maagband hebben gehad, dan duurt de operatie wat langer, dan kan die een uur tot anderhalf uur duren. De tijd dat u op de operatieafdeling bent is wel een stukje langer, want u moet eerst naar de operatiekamer of naar de voorbereiding gebracht worden. Dan uh, wordt u geopereerd en daarna moet u nog even uitslapen. Dus al met al zal u ongeveer een halve dag op de operatieafdeling doorbrengen. Helaas horen bij, horen bij operaties ook complicaties. Um, er zijn een aantal die kunnen optreden, maar gelukkig komen ze niet zo vaak voor. Uh, in de eerste fase na de operatie zou je een bloeding kunnen krijgen, dat merken we vaak al op de afdeling. Heb je veel buikpijn, voel je je niet lekker? Uh, wij controleren dan het bloedgehalte en als het bloedgehalte laag is, uh, dan is er waarschijnlijk sprake van een bloeding. Meestal kunnen we dat oplossen zonder operatie. Uh, krijgt u extra vocht, moet u wat langer in het ziekenhuis blijven. Soms moet er zelfs wat bloed bijgegeven worden. En in een heel zeldzaam geval zullen we toch moeten opereren. Een naadlekkage kan ook optreden, dat gebeurt ook niet zo vaak, maar als het gebeurt, kunt u daar wel heel ziek van worden. Je krijgt een koorts, veel pijn in je buik, en dan is het belangrijk dat we ook snel opereren om die lekkage te verhelpen. Die lekkage kan optreden bij de verbinding tussen de maag en de dunne darm of de dunne darm onderling. Uh, het is dan ook belangrijk dat als je thuis bent en je krijgt koorts of je voelt je niet lekker, krijgt veel pijn dat je dan aan de bel trekt. Want dan kunnen we uh, er snel bij zijn en ook het probleem verhelpen. Trombose, dus een stolsel in de bloedvaten kan optreden. Uh, dit kunnen we voorkomen door te zorgen dat u zo snel mogelijk in actie komt. Daardoor komt het tegenwoordig ook maar heel zelden voor. Dus we moeten al snel na de operatie uit bed en ook uh, helpen de prikjes die we u geven tegen de trombose. Een andere complicatie die we gelukkig tegenwoordig ook niet meer zoveel zien is een longontsteking. Dat zien we vooral bij mensen die te lang plat liggen in bed. Dus belangrijk is nogmaals zo snel mogelijk uit bed na de operatie. Nou, op de langere termijn kun je last krijgen van vitamine tekorten. Daarom is het belangrijk om die vitaminesupplementen te blijven nemen. We zien bij mensen die snel afvallen dat ze galstenen kunnen ontwikkelen. Dus als je pijn in je bovenbuik, met name aan de rechterkant, krijgt, dan moet je aan galstenen denken. Uh, een maagsfeer kun je sneller ontwikkelen, dat komt omdat je een, vest, of een wond eigenlijk in je maagje hebt. Dat blijft toch altijd het gebied waar geopereerd is geweest. En zeker mensen die roken uh, hebben meer kans op, op, op het ontwikkelen van een maagsfeer. Verder zien we dat mensen na een gasic bypass een inwendige herniatie kunnen krijgen. Dat is eigenlijk een verdraaiing van de darm, waardoor die in de beknelling kan komen te zitten. We zien dat nogal eens als mensen na een jaar of anderhalf jaar goed zijn afgevallen. Tijdens de operatie ontstaan er breukpoorten, die maken we dicht, maar doordat mensen snel afvallen, verdwijnt het vet en kan die breukpoort weer open gaan staan en daar kan dan de darmliss in verdraaien. Als je acute pijn krijgt die aan blijft houden, is het daarom ook heel belangrijk dat je snel naar het ziekenhuis komt, want die darm die kan echt in de beknelling komen. Uh, andere reden waarom er een darmafsluiting zou kunnen optreden, is bijvoorbeeld wanneer er een littekenstreng in de buik is of wanneer er een vernauwing is van een van de verbindingen, uh, die eigenlijk door verlittekening ook vernauwt. Heel zelden zien we nog een littekenbreukje. Uh, gelukkig zien we dat maar zelden. Uh, en dat is vooral doordat uh, we tegenwoordig alleen nog maar kleine sneetjes maken, daardoor is de kans op zo'n breukje ook maar klein. Uh, wat is nou een littekenbreukje? Dat is als er wat inhoud uit de buik door de buikwand naar buiten kan komen. Dan voel je bij de littekentjes een bobbel ontstaan. Sommige mensen uh, ontwikkelen buikklachten die we niet goed kunnen verklaren... Uh, ondanks dat we alle onderzoeken doen om daar een goede reden voor te kunnen vinden. D dit zijn dan onbegrepen buikklachten. Nou, om nog even een beeld te schetsen van hoe vaak zo'n complicatie nou voorkomt. Uh, dit zijn 100 patiënten. En maar bij drie van de honderd patiënten treedt een complicatie op. En bij maar een helft van de honderd is de complicatie zodanig ernstig dat er een kans op overlijden is. Dat klinkt natuurlijk heel weinig, maar het kan wel. We opereren meer dan duizend uh, patiënten bij ons in het ziekenhuis. Dus dat betekent dat er ieder jaar toch één iemand komt te overlijden. We moeten proberen de kans op complicaties zo klein mogelijk te maken. En daar hebben we ook jullie hulp voor nodig. Het is van belang om goed af te vallen voor de operatie. We verwachten van iedereen dat ze ongeveer 6 kilogram kunnen afvallen. Wat gebeurt er nou als je goed afvalt? De lever wordt kleiner. Er is minder vet in de buik. En de werkruimte voor ons als chirurgen neemt daardoor toe. We hebben meer ruimte en kunnen veiliger opereren. En daardoor minder kans op complicaties. Een ander belangrijk ding is het stoppen met roken. Uh, roken zorgt voor meer kans op naadlekkages, slechtere wondgenezing, uh, meer risico op opname op de intensive care en daarom ook meer kans op overlijden. Het is belangrijk om zo'n vier tot zes weken voor de operatie te stoppen met roken. Met de operatie willen we een leefstijlverandering inzetten, uh, en daar hoort roken ook bij. Dus als het zelf niet lukt, neem dan contact op met de huisarts uh, om eventueel naar de stoppen met rokenpoli te gaan. Wat kun je nou van de operatie verwachten? Uh, gemiddeld genomen uh, verlies je zo'n 60 tot 70 procent van je overgewicht na drie jaar. De meeste mensen worden dus niet superslank, maar wel veel gezonder. Bijkomende aandoeningen als hoge bloeddruk, suikerziekte, slaapapneu, die zullen minder worden of zelfs verdwijnen. Operatie is één ding, uh, gedragsverandering is minstens net zo belangrijk. Het eerste jaar na de operatie wordt 80% van het gewichtsverlies bepaald door de operatie en 20% door eigen inzet. Na het eerste jaar is dat andersom. Dan wordt 20% nog maar door de operatie bepaald en 80% door eigen inzet. Daarom is het zo belangrijk dat je het hele traject van Vitalis volgt uh, en ook in het natraject goed op de controles blijft opdagen. Nou, samenvattend, uh, operatie heeft veel voordelen. Je kunt minder eten en ook minder eten opnemen. Je gaat goed gewichtsverlies tegemoet. Je wordt gezonder. En omdat we alles met een kijkoperatie doen, herstel je ook snel. Nadelen, ja, iedere operatie heeft risico's. Er is dus een kans op complicaties. De operatie is in principe onomkeerbaar. En op de lange termijn kun je vitamine tekorten krijgen. Daarom is het van belang om de supplementen te blijven gebruiken, je hele leven lang. Mocht je nog vragen hebben over deze pre presentatie, dan kun je contact opnemen met het Vitalis-team. Nu volgt nog een presentatie over het onderzoek bij Vitalis, wat voor ons ontzettend belangrijk is. Um, want zo kunnen wij onze operatietechnieken verbeteren. En ook de behandeling rondom de operatie um, willen we steeds blijven verbeteren. Het is daarom ook erg belangrijk dat u het volgende filmpje ook even helemaal afkijkt. Ik ga je wat meer vertellen over het onderzoek dat we bij Vitalis uitvoeren. Mijn naam is Adrianne Hofboer en ik ben de researchverpleegkundige. Waarom doen we nou eigenlijk onderzoek? Je kunt tijdens je behandeling altijd gevraagd worden of je mee wilt doen aan een van onze onderzoeken. En door mee te doen aan medisch wetenschappelijk onderzoek lever je een bijdrage aan de wetenschap. Er zijn een aantal soorten onderzoek. Zo hebben we onderzoek om onze behandeling verder te kunnen verbeteren. Maar we doen ook onderzoek om meer te weten te komen over overgewicht. Bijvoorbeeld, wat zijn de effecten en wat zijn de gevolgen? Ook willen we graag onderzoeken wat nou precies de werking van het lichaam is. En kijken we naar mensen die bijvoorbeeld diabetes of slaapapneu hebben of hebben gehad. En wat nou de gevolgen zijn als je een maagverkleining krijgt. Een aantal onderwerpen vinden we extra belangrijk bij het doen van onderzoek. Zo onderzoeken we wat nou de beste zorg is rondom de operatie en rondom de opname. Ten tweede onderzoeken we hoe we je het beste kunnen begeleiden tijdens je eigen traject. Als derde punt vinden we voeding en vitamines heel belangrijk. Als vierde kijken we naar het effect van de maagverkleining op het lichaam. Bijvoorbeeld welke gezondheidsverbeteringen zien we en wat gebeurt er nou in het lichaam na zo'n maagverkleining. Tijdens je behandeling kun je gevraagd worden of je mee wilt doen aan een van onze onderzoeken. Hoe zo'n onderzoek nou concreet voor jou eruit ziet, verschilt heel erg per onderzoek. Zo zijn er onderzoeken waarvoor we je vragen om vragenlijsten in te vullen. Dit kan digitaal ingevuld worden of per post. Deze vragenlijsten kunnen gaan over je gezondheid of over je kwaliteit van leven. Ook kunnen we aan je vragen of je een aantal dagen een eetdagboek wilt bijhouden, of bijvoorbeeld je bloedsuikerwaardes wilt invullen. Bij een aantal onderzoeken is het nodig om een extra keer naar het Rijnstaten te komen. We voeren dan een visite uit of bijvoorbeeld een extra bloedafname. Ook zijn er onderzoeken waarvan je eigenlijk bijna niet door hebt dat we die uitvoeren. We verzamelen dan gegevens vanuit je medisch dossier. Tot slot wil ik je een aantal reacties laten zien van mensen die eerder hebben meegedaan bij een van onze onderzoeken. Wat belangrijk is om te weten: dat je nooit verplicht bent om mee te doen aan onderzoek. Het is altijd vrijwillig. Ook vragen we altijd je toestemming hiervoor. Op de website van Vitalis kun je meer lezen over een van onze lopende onderzoeken. Je kunt ook altijd het onderzoeksteam vragen om meer informatie.